You're actually a weird, crazy guy if you watch this till the end, because, yeah, I don't know. Who's a guy? Oh, ik ben al echt seksistisch of niet? Oh. Hou op! Hoi allemaal, dit is de vierde episode van The Sustainable Dutch. Leuk dat jullie kijken. Zoals jullie misschien merken, praten we Nederlands. En dat doen we normaal niet, maar dat is omdat we vandaag producten van de Jumbo laten zien aan jullie. En je hebt geen Jumbo in Amerika en Engeland en Duitsland, dus we dachten, wat de hel, dan doen we het maar Nederlands. Het eerste product dat ik laat zien, zoals je ziet, is half leeg. Of half vol, of hoeveel? 1,50. Laten we optimistisch zijn, het is gewoon half vol. Oké, half vol. Dit is Drop van Haribo, een heel doodgewoon merk waar je heel veel producten van hebt. Maar de meesten hebben of gelatine erin of bijenwas. En deze is helemaal plantaardig en die is heel lekker. Dus ja, wil je? Als je van Drop houdt, dan vind je deze heel lekker. Hij is een beetje zoet. Ja, hij is heel zoet. En het volgende product is, ja, die wil je zeker ook proeven. Puncelli's of Puncelli's. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ze zijn super lekker. Ze bestaan sinds 1872. Ze zijn ook pindavrij en dergelijke. Oh. Niet glutenvrij of iets. En ze zijn echt lekker. Het zijn stroopkoekjes. Misschien kun je de binnenkant laten zien. Ja, ze zijn echt heel lekker. En je kunt ze gewoon in de normale supermarkt halen. Dat is het leuke eraan. Sommige mensen denken heel vaak dat je product met molle mond vraagt. Volle mond. Molle mond, ha. Ja, deze kennen jullie ook wel, Kellogg's. Dit zijn Kellogg's Coco Pops. En deze zijn ook Coco Pops, maar ik noem het Chocos. Want vroeger heette dat gewoon Chocos. Ja, nu staat het nog aan de zijkant, maar ja. Het leuke is dat ze, ja, bijna iedereen lust ze, ook kinderen. Dus voor jong en oud. En wat ook leuk is, is dat ze fortified zijn met vitamines. Voor de mensen die niet zo houden van pilletjes en dergelijke. Niet dat het altijd nodig is, maar soms is het wat moeilijker om bepaalde vitamines binnen te krijgen als je niet goed oplet. En deze is bijvoorbeeld fortified met... Sorry, ik weet het Nederlandse woord niet. Als jullie het juiste woord weten... Ja, als jullie het juiste woord... Ja, ja, wat zij zegt. Ja, okay. Waar waren we? B6, B9 en B12. Dus haal je niet alleen uit het vlees. Calcium en ijzer. Dus ja. En deze. Je hebt trouwens ook... Die hond! Je hebt deze ook in chocola. En je hebt ook wat andere smaken. Die zijn helemaal vrij van melk, ei of andere gekkigheid. Dus die kun je ook gewoon eten. En die heb je in de normale supermarkt. Dat weet iedereen. Dus het is helemaal niet moeilijk. Die dus. En iets dat niet heel basic is, maar wel leuk, zijn deze cones. Je kunt niet reageren, maar ken jij cream, banana ice cream? Die kun je heel goed daarvoor gebruiken. Dan heb je een super lekker ijsje met een hoorntje. Volgende product. Dit is... ja, marinadesaus. Hij eet alles op! je hebt heel veel marinadesaus die vegan zijn. Die kun je heel goed gebruiken voor bijvoorbeeld tofu. Ik had laatst wat tofu in reepjes gesneden. En dan deze saus erop gedaan en dan meegebakken. En het smaakt gewoon... Misschien wil je het niet horen, maar het smaakt als spare ribs. Best wel lekker. En het is echt een lekkere saus. En het is niet duur. Gewoon bij de Jumbo te koop. Ik zit de hele tijd Jumbo te zeggen. Maar ja, vandaag gaat het over Jumbo. Een andere keer zullen we het hebben over Albert Heijn of Lidl of Aldi. Of
Edeka in Duitsland, maar vandaag gaat het over Jumbo. Hallo Jumbo. En ja, gewoon pasta. Heel veel mensen denken dat in pasta ei zit, maar dat is niet voor elke pasta zo. Deze bijvoorbeeld, die kun je in elke supermarkt, elke A-supermarkt kopen. En daar zit gewoon geen ei in. En dat is eigenlijk bij de meeste spaghetti's wel zo. En daar kun je heel lekkere sausjes bij maken. Enzovoort. Dat is het volgende product. Ja, hier zijn wat... Dit lust ik niet, maar daar gaat het niet om. Maar deze kun je gewoon ook in de Jumbo halen. En dat is ja, rijk aan eiwit en dergelijke. Dan moet ik een beetje... zo. En je hebt ook... ertjes. En tomaten. Bonen en tomatensaus. En kapucijnes. Zijn het kapucijnes? Ja, jonge kapucijnes zijn dit. Dus gewoon peulvruchten. Die kun je overal kopen. Overal. En... dat is een heel goede vlees te vangen, want ze zijn vaak rijk aan eiwit en ijzer en dergelijke. Dus het is een hele goede, hoe noem je dat? Etensding voor veganisten. Etensding. Welke heb ik nog niet gehad? Oh, havermout. Kun je niks negatiefs over zeggen. Behalve dan de smaak als je er niks aan toevoegt. Havermout is super gezond, spotgoedkoop. Zo'n zakje van 500 gram kost maar 40 cent gemiddeld. En het is heel rijk aan heel veel voedingsstoffen zoals magnesium, ijzer, zink, fosfor en thiamine. Thiamine is vitamine B1. En je kunt er van alles mee doen. Wat ik ermee doe, is voor als ik... ja, ik weet dat ik gewoon 's morgens te lui ben om een fatsoenlijk ontbijtje te maken. Dus wat ik dan doe, is een avond van tevoren... doe ik dat in een kommetje. Een paar gram, 100 gram, zoiets. En dan voeg ik er melk aan toe en wat zoets. Plantaardige melk. En wat zaadjes en bevroren vruchten. Die zijn dan de volgende ochtend ontdooid. En dan heb je een superlekker ontbijtje. En... je raakt er ook echt vol van. Ik weet niet, er gebeurt iets in je buik waardoor je vol raakt van havermout. Dus dat zou ik echt aanraden om ons ontbijtje te nemen. Volgende, Snelle Jelle ontbijtkoek. Is heel vaak veganistisch, zelfs die van Pijnenburg met chocola is veganistisch. Superhandig voor school, sport, allerlei dingetjes. Frituurvet. Frituurvet is heel vaak plantaardig. Deze is bijvoorbeeld helemaal plantaardig en dan kun je gewoon in bakken. Je kunt daar vegan kroketjes, bitterballen, patatjes, churros, lumpia's. Van alles kun je erin bakken. Dus ja. Heel bij de Jumbo komen. Eens even zien. Wat hebben we nog meer? Oh, deze. Ik kom er even bij zitten. Dit is de lekkerste mayonaise die er bestaat. Deze is nog lekkerder dan de mayonaise met ei. En hij is gewoon van Remia. Niks geks aan, niks duurs aan, niks speciaals aan, niks... hoe noem je dat? High society gedoe. Ja, je mag proeven. Ja, zo zou ik het niet eten, maar... lekker. Met patat en dergelijke is het echt... waanzinnig. En je kunt er hele lekkere knoflooksaus mee maken. Hij heet Majolijn. Goed, Majolijn. Oké. Okay. Ja, Marjolijn, Majolijn. Lijn zo van minder vet en zo. Ja, hoeveel minder vet heeft die? 55% minder vet dan mayonaise. Dat is ook een voordeel, als je dat een voordeel vindt. In de macro heb je hem in het groot, zeg maar. Ja. Dit heb ik uit mijn moeders koelkast gejat. Want ik eet het eigenlijk bijna nooit. Maar meer omdat ik niet zoiets heb van, oh, ik mis yoghurt. Maar als je yoghurt en vla en dergelijke mist, dan heeft Alpro heel veel in de reguliere supermarkt. En ik zeg het nog een keer, het is heel vaak in de aanbieding. Het is al niet heel duur, maar het is ook nog eens heel vaak in de aanbieding. Dus ja, ik vind dat gezeik over, het is duur. Ja,
het is maar hoe je er naar kijkt en waar je shopt en waar je inkopen doet en wat nog meer. Slim kopen. Ja, slim kopen, dat zei ze. We zijn er bijna doorheen. Weet je wat ook leuk is hier aan? Nou? Dat vroeg ik net en dan kom je nou pas ermee. Oh ja, sorry. vaak zijn ze in de aanbieding, of ja, echt 70% goedkoper dan de normale prijs als... of nee, bij de Jumbo krijg je hem zelfs gratis als de datum van vandaag erop staat. Oh ja, ja. Krijg hem gewoon gratis. Terwijl die normaal gesproken, hoeveel? Wat is de normale prijs? Ik heb geen flauw idee. Als je het weet... Nou oké, okay. Gratis is altijd fijn, dus... Ja, soms. Rijst, staplefood, moet je altijd thuis hebben, vind ik, is een mening, is geen feit. En het is spotgoedkoop, deze is ook van de Jumbo, het is een dik pak, hoeveel? 1 kilo, voor een paar euro, doe je heel lang mee, rijk aan ijzer, vezels. Ah. Kijk, waarom eten ze die ries met stokjes? Ze moeten ries with a spoon. Ik eet met een vork. Ik eet rijst met een vork. Oh. Omdat ik er dingen bij eet en zo. En dan ja, mijn broertje vindt dat heel raar, maar... Wat hebben we nog meer? Zie je iets wat... Oh ja! Ja? Voor mensen die niet bonen en kikkererwten uit blikjes willen kopen, die kunnen een zak kopen. En ja, kun je... De hond is weggelopen, sorry. Ik ben een beetje... Arkie! Fuck! Waar is hij? Oh. Knip je eruit, hè? Arkie! Shit. Oeps, mag ik schelden? Mag je schelden van YouTube? Nog wel. Arkie is terug. Dus we zien dat jullie ook blij zijn. Net als wij. Maar ja, waar hadden we het over? Peulvruchten, bonen en kikkererwten en dergelijke. Het is veel goedkoper om ze droog te kopen en dan zelf te koken, zeg maar. Het duurt wel heel lang. Het is wel veel minder handig dan een blikje, maar het is wel duurzamer, goedkoper. En als je een groot gezin hebt, kan het best handig zijn. Want dan heb je gelijk een hele pan vol. Ik snap je. Ja, snap je. Voel je me. Ja. Maar wat kan ik nog meer? Oh, fuck, vermicelli. Oh, Oreo. 1 voor 1. Vermicelli. Spot goedkoop. Is gewoon... het is gemaakt van rijst en ertenzetmeel. Nee, dit is ertenzetmeel, maiszetmeel en water. Ja, dan is het ook logisch dat het goedkoop is. Maar je kunt er echt zoveel mee. Je kunt gewoon... Het gebruik als spaghetti, maar je kunt het ook in gekke lumpia dingen doen en andere lumpia-achtige dingen die je op de lumpia-markt koopt. Je weet wel. En het is echt heel lekker. En het zuigt alle smaken op die je erin doet, zeg maar, in de saus. De saus die je erbij doet. Snap je wat ik bedoel? Super lekker. Ja. Dus je kunt de vermicelli veranderen in elke smaak die jij lekker vindt. Ja, het is een beetje zoals tofu. Ja. En Oreo. Maar Oreo is dus vegan, deze, de normale versie van Oreo is vegan. En ook heel lekker natuurlijk, kinderen zijn er gek op en kost ook geen shit. Dus. En het is ook lekker om dit in melk, ja. Ja, plantaardig, voor ons, te dompelen. Dompelen is het juiste woord. Te gooien. Ja, als je het gooit, dan gooi je het erin. Als je het smijt, dan smijt je het. Als je dompelt, dan dompel je. Na deze laatste, een van de laatste wijze woorden, moet ik nog iets zeggen. Dit is nou heel krom, ik wou het heel anders zeggen, maar we hebben ook Oreo gebruikt in onze vorige cake. Dus als je kind gek is op Oreo, dan is de Oreo cake misschien heel leuk voor een verjaardag of iets dergelijks. En je kunt de recepten ervoor vinden in onze vorige filmpje. Dus check hem even uit. Hoe gaan we het afronden? En ik ben iets vergeten, zie ik. Wat ben je vergeten? Popcorn. Popcorn? Je hebt ook popcorn van de Jumbo? Ja. Of? Ja. Dit is ook vegan popcorn. Die kun je gewoon zelf in de
microwellen, magnetron stappen. Ja, heel raar, ik ben gewoon Nederlands, maar ja, soms Duits, Engels door elkaar. Die kun je gewoon in de microfoon, in de magnetron stappen en dan heb je hele lekkere zoete popcorn. Leuk voor een verjaardagsfeestje of iets dergelijks. Niks luxe aan, niks speciaals aan. Gewoon popcorn uit de magnetron, zoals vroeger. En ja. Ja, ja. Nou, dat was het. Dus dit zijn allemaal producten die ik in huis had. Maar wij gaan vaker dit soort filmpjes maken om te laten zien wat je allemaal in de Jumbo kan kopen en Albert Heijn en dat soort winkels. Het is rustig. Oké, okay, doei! Doei, klik weg, jongen. Doei! Wat zit je door te filmen? Het is al lang. Het is al een disaster. Disaster. Oké, okay, nu ga ik ook opstaan. Wat doe je daar?